Hey jongen, goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed jongen, met jou dan. Ja, lekker hè. Veldman geloof ik, kamp hè? Klopt hè? Ja. Julian of zo, klopt hè? Ja, zeg ik het in één keer goed? Kom helemaal. Mogelijk. Ja jongen, jij bent een goede Grand Prix rijder toch? Zeker, zeker. Gaat goed hè? Alles klaar voor het seizoen? Ja, kijk, staat me weer nieuw bij hè? Ja, zeker. Ik zag je er behoorlijk overheen gaan hè? Ja. En ging lekker toch? Ja, ging heerlijk. Ja. Fijn. Dat was de eerste keer dat we gereden hebben. Ja, vandaag? Eerste keer in Nunspeet hier? Ja, oké. Okay. Nee, van het begin van het seizoen. Ja, oké. Okay. Dus het is de eerste keer. Ja, oké, okay, goed. En valt het tegen of? Het valt redelijk mee. Ja, toch? Ja? Het gaat beter dan verwacht. Ja, dat is belangrijk, toch? Ja. Heb je nog een andere motorflitsje of andere aanpassingen? Alles nieuw, ander frame. Oké, okay. Dus hoop kosten gemaakt, zeg maar. Ja, sponsor, hè? Ja, maar dat moet ook, toch? Het is een dure sport, maar dat moet ook. Zonder sponsor gaat het toch niet? Zeker, zeker. Dat weten we allemaal wel, hè, toch? Oké, okay, maar hoe voel je de baan erbij liggen? Mooi, los. Ja, schil zand en vergieshaas nooit, hè? Nee. Net een de eerste paar rondjes was hij nou een beetje hard. Ja. Maar hij is nou een beetje losgekomen. Maar ja, met jullie met die zijspannen. Ja. Je houdt gasten wel behoorlijk op, hè? Ja. Dat ging goed. Ik zag het. Ik denk, hé, Veldman en Veldman. Hè? Nee, Veldman van de putten, jongen. Ja, van de putten. Nee, maar gek. Maar ik heb je vader net ook nog even gesproken. Zo doen we. Ja. Ik zeg, ik zeg hem gaan. Ik zeg met die banaan. Hè? Ja. Mooi ding. Wat is dit dan van de motor? Husqvarna. AMS Husqvarna. Husqvarna uit Zweden. Hij heeft vroeger naaimachines van, hè? Nee joh, dit komt allemaal uit Nederland. Ja, weet ik wel. Maar gekheid, hè? Ja, zeker. Hey, maar goed. Hey, succes in ieder geval. Ja. En en we zien elkaar straks met de wedstrijd in Grand Prix, denk ik, hè? Ja, wanneer is de eerste wedstrijd? Weet je dat zo? GP Oldenbroek. Oldenbroek? En de ONK in Lochem. Wanneer is dat? Weet je dat? 5 maart. 5 maart? Ja, dan kom je toch ook. Jazeker, tuurlijk. Jongens, dat denk je zelf. Ik hoor er toch bij. Maar zeker. Ze mogen, ik vind het leuk om te doen, toch? Ja. Hobby, hè? Oké, okay. Hey, prettige dag verder. Ja, prettig weekend, ga je goed hè? Kom goed. Dit is ook bakken is van Veldman van Julian, klopt hè? Dat klopt ja. Hey, hoe is het gegaan? Hoe was je naam trouwens? Joris van de Putten. Oh, van de Putten, oké. Okay. Niet uit Putten hè? Niet uit Putten. Waar kom je vandaan zelf? Handel. Handel. Oeh, dat is een klein plaatsje hè? Ja, en te weg. Big business hè? Handel. De handel ligt op straat hè? Hey, maar luister eens, hoe is het gegaan trouwens? Ja, goed. Ja? Eerste keer op de motor dit jaar, maar. Ja, dat zei Julian net, klopt ja. Mogen we niet klagen? Nee. En heb jij vorig jaar ook met hem gereden? Bakken in? Oké. Vierde seizoen. Oké, vierde seizoen. En dat gaat goed. Jullie gaan met de Grand Prix rijden, geloof ik, hè? Klopt, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Tenminste, dat was jullie wel een plan, dus dan ga ik gewoon mee, hè? Ja, zo moet niet, hè? Anders gaat het niet goed, hè? Nee, anders komt het niet goed. Nee, daarom. Nee, maar ik zag, het ging lekker, toch? Jawel. Ja. Beetje wennen weer, maar dat komt maar goed. Nieuwe motorfiets ook, geloof ik, hè? Tenminste, een nieuwe zijspan. Ja, het is altijd even wennen. Maar stel met nieuwe vrouw eens even wennen, hè? Ja, dat weet ik niet. Een paar weken is dat wel, na een weekend jij meer gereden, dan weet je er graag vanaf, toch? Ja, dat klopt. Dan staan er weer zat kilometer. Dat zie je wel aan Patricia Pai. Patricia Pai, dan weet je toch. Ja. Maar goed, je kent ze ook al dus. Hè? Je hebt ze ook al gezien dus. Nee. Ik mag die films niet zien. Oh, dat mag zij niet zien. Nee, die zijn gecodeerd, hè? Ja, oké. Okay. Goed gelijk. Hey, maar succes, prettig weekend. Komt goed, jij ook, hè? Ga je goed, hè? Yo. Maar hoe kan het dan? Weg uit, jongens. Wie is dat dan? Dat is de nieuwe Patricia Pai. Ach jee, jongen. Hallo. Kent hij niet even een weekendje lenen, jongens? Nou. Ziet er toch wel aardig. Wat een kapje meer hebben dan? Ik heb hem niet helemaal scherp. Nee, liever die ziet er toch aardig uit voor de leeftijd, niet? Ja. Jongen. Moet je zo'n sticker hebben? Hij dat, jongen. Hij is een stickertje van mij, want... Die ken je logo van mij. Ja? Goed? Ja, kan wat. Ja. Doe mij zo'n sticker, jongen. Dan maak wel achter de auto, hè? Ja, dan maak ik mijn hele weekendje goed. Hey, bedankt, jongen. Dat gaan we doen. Ja. Dat is het. Veldman hier. Senior, toch? Het gaat goed met die zoon, geloof ik, hè? Ja, zeker. Hij doet het goed. Het is, je begint weer opnieuw, dus alles even... Wennen, ja, logisch. Maar hij is de jongste van het hele team, van iedereen, geloof ik, hè? Van de Grand Prix wedstrijden, toch? Verder weg, denk ik. Wou ik zeggen, toch? Is hij 17 of zo, of 18? Hij is 17. Oh, 17, ja, dacht ik. Zoiets. Tenminste, had ik vorig jaar meegekregen. Ik denk, misschien is hij al jaar geweest, dan is hij 18, hè? Ja, dus, hè? Ja. Nee, maar goed, het gaat lekker zo, zag ik. Hij gaat er goed overheen, toch? Dat is belangrijk. Goed begin. En voor de eerste keer, hè? Valt niet mee. Super. Oké, hey, prettig weekend. Ja, hetzelfde. En we zien je weer, hè? Jazeker. Ja. Hij had nog wat rustig. Jongens, wat gaan we eten? Wat gaan we eten? Ja, rond hoor.